Goedemiddag allemaal. Ik wil het graag heel kort houden, want Dick heeft nog heel veel te doen vandaag. Voor de wedstrijd van zondag. Maandag werden we verrast door het vertrek van Art. Dinsdag kwam Dwight eroverheen. Daardoor moesten we op zoek naar een nieuwe trainer. We hebben een paar mensen de revue laten passeren. Daar hebben zich heel veel mensen aangediend. Uiteindelijk zijn we met Dick in gesprek gegaan de afgelopen dinsdagavond en woensdag. Dat waren voor mij in ieder geval dusdanige goede gesprekken. Dat we uiteindelijk Dick ook hier naast ons hebben zitten en kunnen presenteren. Waar we erg blij mee zijn. Wat mij met name opviel bij Dick, dat was een enorme drive. Hij is een voetbalgek. Hij heeft gewerkt in de Duitse school. Een afgelopen half jaar ook met een Duitse trainer gewerkt. Hij heeft een hele duidelijke voetbalvisie. Dat heeft hij me ook laten zien. 2,5 uur lang. Hij heeft zijn laptop vol met trainingsvormen. Ook vanuit Amerika, maar zeker ook vanuit Duitsland. Waar hij met Alfred trainer was. Dick, misschien moet jij gewoon zelf zeggen wie je bent en waarmee je ons kan helpen. Ik ben dus Dick Schreuder. Ten eerste ben ik blij voor deze kans. Allereerst heb ik jou wel een keer vaker gesproken natuurlijk, anderhalf jaar geleden. En vorig jaar zat ik op de cursus. Heb ik ook wel eens telefonisch gesproken met Mike. En dat was prima. Ook over de visie, omdat ik natuurlijk vanuit de cursus had ik een bepaalde opdracht waarin ik visies van clubs moest opschrijven. Daarin had ik dus de visie van PEC Zwolle al een beetje onder de loep genomen. En daarbij ook andere clubs. Natuurlijk om niet verder uit te wijden daarin, ben ik om terug te komen blij voor deze kans. We willen natuurlijk zeker alles aan doen om te handhaven. Ik heb vandaag ook gekozen om bewust gelijk bij de training te zijn. Ik heb vooral geobserveerd. Bepaalde dingen die ik heb gezien, die zijn me ook zeker bevallen. En er zijn ook dingen bij die je anders misschien zou doen. En daar gaan we zeg maar hard aan werken. Goed, dankjewel. Ik zijn er vanuit de pers vragen, Vincent. Hoi, welkom. Hoi. Je was net al bij de training geweest, zei je. Wat voor een soort groep trof je aan? Wat voor soort groep trof ik aan? Ik ken de meeste spelers ken ik van naam, maar ik ken ze niet persoonlijk. Dus elke speler zal in een goede fase misschien ook wel een beetje, ik wil niet zeggen down zijn, maar misschien niet zo zelfverzekerd zijn. We zullen het verder zien. Ik trof een groep aan die wel wil. Ook aangeslagen of niet? Nee, ik trof een groep aan die wil. Ja. Vol vertrouwen nog steeds. Ja, het zag er wel zo uit. Ja, hoe merkte je dat op? Hoe zag je dat dan? Doordat ze wel probeerden hard te trainen. Ja. En als dingen niet altijd lukken, dat wil niet zeggen dat je aangeslagen bent. Nee. Ik terug naar dinsdag, een beetje gebeld door PEC Zwolle. Was je verrast dat ze bij jou kwamen? Waarom zou ik verrast zijn? Ik werk bij Vitesse. Ik heb mijn coachbetaald voetbal niet voor niks gehaald. Ik heb in Hoffenheim gewerkt, ik heb in Philadelphia gewerkt, ik heb in de top van de amateurwereld gewerkt. Dus ik was niet verrast. Nee. Je zei gelijk al in het persbericht van jouw doel is om de Eredivisie te blijven. Hoe wil je het gaan doen met deze groep? Door hard te gaan trainen. Ja. En hard werken met elkaar. Maar goed, daar heb ik vandaag al een voorzetje van gezien. En natuurlijk is het kort dagen naar de wedstrijd toe. Maar hoe eerder ik bij de groep ben, hoe beter het voor mezelf ook is. En voor de groep misschien ook. Ja, ga je de boel een beetje omgooien of ga je een beetje dezelfde voet verder? Zoals de maatschappij. Het is natuurlijk lastig om vandaag ineens alles om te gooien als ik gisteren nog bij Vitesse op het veld sta. En daar na de middag afscheid heb genomen. Dus de trainers, de staf heeft zich voorbereid op deze wedstrijd. En ik ben er aanvullend bij, maar ik zal natuurlijk proberen te helpen. Ik ben natuurlijk vanaf nu de trainer. Ja. En dat je hebt gekozen om nu al te beginnen, niet in plaats van maandag. Waarom heb je dat gedaan? Waarom zou ik maandag beginnen als ik nu in dienst ben? Dat je misschien nog even kan kijken en nog even rustig kan kijken. Dat doe ik liever op het veld dan dat ik dat op de laptop doe. Ja. Een vraag voor Mike. Ik heb niet heel veel ervaring als hoofdcoach. Was dat nog een dingetje voor jullie? Nee, maar dat was geen dingetje.
Volgens mij staan we wel bekend om de ontwikkeling van mensen. En dat geldt ook voor trainers. Het gaat mij om de persoonlijkheid en de lef die hij uitstraalt. En de duidelijkheid en de discipline. Dus voor mij was het geen ding dat hij geen ervaring had. En we hebben ook nog een hele goede staf eromheen. En we gaan het met z'n allen, dat gaan we gewoon fixen. En, in ieder geval Dick, daar waar hij tegenaan loopt, gaan wij mee helpen om zich verder te ontwikkelen bij PEC Zwolle. Ja. Was Dick de eerste keuze, of niet? Ja. Ja, en die gesprek ging al vrij rap eigenlijk, hè? Ja, klopt. Binnen ja. Twee dagen is het allemaal rondgekomen. Ja. Is dat niet te snel? Zo moet het blijken, Vincent. Ja. Ja. Wij waren zo overtuigd van zijn kwaliteiten. En zeg ik heb anderhalf jaar geleden al eerder met hem gesproken. En dat is altijd bij me gebleven. En toen we vacature kregen, ben ik met hem echt diep in de gesprekken ingegaan. Ja, daar kreeg ik zoveel vertrouwen uit. Dan hebben we het gewoon rondgemaakt. Waarom zou je langer wachten? Ja, ja. En dan nog een vraag voor Dick. Neem ik bijvoorbeeld nog spelers mee van Vitesse? Is dat een optie in de winterstop? Nou, daar heb ik geen tijd voor gehad de afgelopen dagen, zeg maar, om daarmee bezig te zijn. En dat laat ik ook verder aan Mike en de club over. Ja, maar moeten er wel spelers bij komen dan in de winter? Dat gaan we de komende tijd bekijken. We stonden vandaag genoeg op het veld dus. Ja, maar is dat een goede kwaliteit dan? Vandaag zag het er goed uit. Ja, oké. Ja. En ja, dus komt nog Feyenoord. Ja, wat voor een soort wedstrijd vorig jaar dan? Ja, Feyenoord uit is niet makkelijk hè. Zoals iedereen weet. Nee, dat klopt. Dus het zal niet veranderen. Ja. Maar je hoopt toch een soort schok-effect? Ja. Wat is een schok-effect? Ik hoop gewoon op een goed effect dat we met z'n allen in de komende tijd punten zullen halen en vertrouwen zullen krijgen en goed zullen samenwerken. En dan zullen we einde van het seizoen zien waar we staan. Omdat het gaat niet alleen om Feyenoord uit. Nee, dankjewel. Alsjeblieft. Mark. Ja, Mike, je zegt net van anderhalf jaar geleden had ik al eerst contact met hem. Was het geen optie om hem toen al aan te stellen voor dit seizoen, zeg maar? Toen had hij geen diploma. Oh. Maar er was ook meer contact om gewoon over voetbal te praten. En ik heb toen wel geïnformeerd. En dat zou ook nog als assistent kunnen op dat moment. Ja. Maar dat is er toen niet van gekomen. En hij had ook nog geen diploma voor als hoofdtrainer. Dus. Nee, ben jij net als de algemeen directeur die je goed kent, een trainer die veel lef heeft en veel druk naar voren speelt? Ja. Ja, alles zit in de vraag dus. Ja. Maar zijn er verder nog vragen? Ik zie Lentin, ja. Welkom, Isolde. Hallo, dankjewel. Waarom voelde jij dat je klaar was voor de stap om hoofdtrainer te worden in de Eredivisie? Nou ja, ik loop natuurlijk al een tijdje mee. En ik ben natuurlijk niet hoofdcoach geweest, maar ik heb wel van dichtbij alles meegemaakt. En daarin bepaalde verantwoordelijkheden gekregen. Of het nou bij Philadelphia was met Jim Curtin of dat het nou... En voor die tijd was ik altijd hoofdtrainer in het hoogste amateurvoetbal. En of het nou bij Alfred was of dat het nu bij Thomas was. Waar ik zeg maar 3,5-4 maanden mee heb gewerkt. Waarin je gewoon veel verantwoordelijkheden hebt die eigenlijk van tevoren ook wel zo besproken waren. En waarin ik me eigenlijk heel vrij voelde. Dus dat wil niet zeggen dat ik echt de hoofdcoach ben, maar... Het voelde wel meer als alleen maar assistent. Dus ik voel me er daarin ook wel klaar voor. Maar ja, wanneer ben je er klaar voor? Hè? Je moet toch een keer beginnen. Ja, je hebt niet de makkelijkste club of het makkelijkste traject uitgekozen om te beginnen natuurlijk. Nee. Maar je hebt wel vertrouwen in elkaar. Ja, natuurlijk. Ja, en niks is zekerheid of je nou naar een club gaat wat draait of waar het niet draait. Uiteindelijk gaat het erom wat je vanaf dag 1 met elkaar gaat doen. Het is wel ergens ook wel een klein beetje een risico, toch? Ik zie het niet als een risico, want ik ben in principe niet echt bang voor dingen. Voetbal kan morgen weer anders zijn. Wat voor hoofdtrainer ben jij? Ik ben niet zo praterig, dat merk je al. Ik ben wat korter van stof. Ik probeer duidelijk te zijn naar de spelers. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. En ja... Probeer gewoon wel vast te houden aan dingen wat we met elkaar gaan doen en niet van links naar rechts. Maar goed, ja, ik ben nu net één dag hier. Gisteren stond ik dus nog op het veld bij Vitesse. Dus ja, ik probeer of snel duidelijkheid te krijgen van de groep, waarin ik weer meer duidelijkheid kan geven aan de spelers. Ja,
snap dat je nog maar net bent en dat je nog maar één training hebt gezien. Maar ik kan me voorstellen dat je wel met een bepaald spelidee hier naartoe komt. Ja. Op een Art Langer was het altijd eigenlijk 4-3-3 en zoveel mogelijk proberen te aanvallen. Jij komt uit de Duitserschool waarin je ook tactisch veel varieert. Is dat ook een plan wat je hier hebt? Ik heb het vooraf altijd wel gehad dat ik een bepaalde manier van spelen had. Maar ook niet te veel naar systemen keek. Ik keek vooral naar van wat gebeurt er bij de tegenstander. Het is altijd wel wat makkelijker als je altijd beter bent als de tegenstander. Dat zijn we op het moment dus niet. Dan sta je geen laatste. Maar we zullen gaan zien hoe dat gaat. Maar dan moet je mee gaan trainen. Dan moet je mee aan de gang gaan met de spelers. Dan moet je de spelers in meenemen. Laten geloven. Daar zijn we vandaag mee begonnen. In het kort. Ja. Je kan een slechtere plek verzinnen toch om te debuteren als hoofdtrainer in de Eredivisie. Een slechtere plek? Ja, dan in de Kuip. Ja, zo, ja. Maar ja, ik had het liever gehad dat het helemaal vol was. Ja. Vind ik leuker voor het voetbal. Maar kriebels voor zondag? Nee. Nee. Goed, zijn er verder nog vragen? Die zijn er niet, dan sluit ik het plenaire gedeelte en dan gaan we naar buiten voor de generele interviews. Ja. Dank jullie wel. Oké. Dank je. Ja.